Gita, je komt hier over de finish met een 13e plaats. Het is een zware, harde wedstrijd geweest met zeer grote concurrentie. Je rijdt je beste wedstrijd ooit in de World Cup. Ja, het is een van mijn beste. Samen nog één keer heb ik nog eens 13e hier geweest. Maar nu is de concurrentie veel zwaarder. De concurrentie is ook niet stil. Dus ik ben ook mooi geëvolueerd. Ik denk dat ik wel mijn sterkste ooit ben. Ik heb misschien nog wel mankementjes, want ik had weer krampen in mijn arm. En dat hindert me wel in de afdaling. Maar ik voelde echt wel dat ik nog kracht genoeg had in de benen. Maar ik ben wel tevreden over mijn koers, denk ik. Het was een mooie strijd en het was heel warm. Ik had er vooraf schrik voor. Maar ik denk dat ik het goed afgewerkt heb. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Als je hier ook je beste resultaat met nog een andere wedstrijd in de World Cup neerzet, met dit weer, onder deze omstandigheden, kun je absoluut tevreden zijn. Ik zou zeggen, een hele dikke gefeliciteerd, Gita. Dank je. En in de volgende wedstrijd kan het alleen maar beter gaan, toch? Ja, dat weet je nooit. Elke koers moet gereden worden. Ik denk dat het gewoon heel seizoen close racing gaat zijn en veel shiftingen in de renders, denk ik. Ik denk dat het van parcours tot parcours afhangt en van vorm van de dag en goed starten. En het is een beetje allemaal van details afhangen. Iedereen is goed in vorm. Ik denk dat ik niet mag klagen over mijn vorm. Ik wist al langer dat ik goed bezig was en mijn cijfers op training liegen niet, maar het moet gewoon een beetje meezitten. En zo van pech en klachten vrij waar blijven. En dan weet ik dat er een mooie uitslag in zit. En dus ik ben wel tevreden, ja. Op naar de volgende. Zeker weten, dank je.